heel stil nu. Met een klein beetje geluk kunnen we dadelijk uitgestorven dieren opnieuw tot leven zien komen. Kijk daar, de Dinornithidae, beter bekend als de moa. Deze vogels waren de dominante soorten in Nieuw-Zeeland. Toen de Polynesiërs zich daar vestigden, jaagden ze intensief op de moa's, waardoor in 1390 het laatste exemplaar uitstierf. De moa's waren op hun beurt de voornaamste prooi van de haastarend. Deze reusachtige roofvogel had een spanwijdte van 2,6 meter en woog wel 18 kilogram. Met het uitsterven van de moa's stierf jammer genoeg de haastarend 10 jaar later uit. Oh, en kijk daar, de Raphis cupulatus, beter bekend als de dodo. Misschien wel de bekendste van al de uitgestorven dieren. Hoewel iedereen denkt dat de dodo traag en lomp was, kon hij eigenlijk heel snel lopen. De laatste dodo stierf uit in 1690, opgepeuzeld door matrozen. Fantastisch! De stellerzeekoe. Zij waren tussen de 8 en 10 meter lang en wogen wel 4 ton. Deze zachtaardige reuzen zwommen in de Beringzee, tussen Rusland en Siberië. Tot ze aan hun einde kwamen in 1768, doordat er intensief op hen werd gejaagd. En daar de quagga. Dit prachtige dier leefde in Zuid-Afrika en zag eruit alsof hij een half paard, half zebra was. Zijn naam is een klanknabootsing van het blaffende geluid dat hij maakte. Kwa-ha-ha! In 1883 stierf de laatste quagga in gevangenschap in een dierentuin in Amsterdam. Maar niet getreurd, want daar zien we de Cubaanse ara. Deze papegaai leefde op, waar ook anders, Cuba. De vogel werd voor zijn vlees bejaagd en nesten werden geplunderd om jonge vogels te verkrijgen die als huisdier werden gehouden. Gedurende het begin van de 19e eeuw nam de menselijke bevolking sterk toe, wat leidde tot uitgebreide ontbossing. Met als gevolg dat de Cubaanse ara uitstierf in 1885. Sst, kijk daar! Boven de Italiaanse specialiteiten. De buidelwolf, ofwel de Tasmaanse tijger. Het was een van de grotere vleesetende buideldieren in Australië. Met de komst van de kolonisten is het dier geheel van de aardbodem verdwenen. De boeren die zich op Tasmanië vestigden, maakten jacht op de buidelwolf, omdat het schapen zou doden. En kijk hier, de gouden pad. Terwijl de huid van de meeste padden ruw en vratterig is, had de gouden pad een gladde huid. Toen ontdekkers de diertjes voor het eerst zagen, dachten zij zelfs dat iemand ze in oranje verf had gedoopt. Door de opwarming van het klimaat ging de soort echter ten onder. In 1989 werd de gouden pad voor het laatst gezien. Wow! Hier zal de gouverneur niet mee kunnen lachen. Wat een ravage! De machtige, westelijke zwarte neushoorn. Mensen waren overtuigd dat zijn hoorn medische krachten had. En hierdoor werd er intensief gestroopt op dit prachtige dier. In 2006 werd deze neushoorn officieel uitgestorven verklaard. Op het dak, daar, de Pinta-schildpad. Deze reuzenschildpad die op de Galapagos-eilanden leefde, had een lange nek, zodat het ook hogere vegetatie kon bereiken. Het laatste levende mannetje werd in de pers Lonesome George genoemd. Toen in 2012 George het loodje legde, stierf de Pinta-schildpad uit. Oh, kijk daar! De Bombus franklini, ofwel Franklin's Bumblebee. Deze hommel leefde in de Verenigde Staten en onderscheidt zich door zijn ronde, zwarte gezicht. Door het gebruik van pesticiden en herbiciden zijn hun aantallen dramatisch gedaald. De laatste hommel werd gezien in 2006 in Oregon. Nooit van mijn leven gedacht een Taiwanese nevelpanter van zo dichtbij te zien. Zelfs een beetje te dicht op dit moment. Na intensieve ontbossing van zijn natuurlijke habitat vluchtte hij de bergen in.
Honderden camera's werden verdoken opgesteld over het hele eiland om het dier te kunnen fotograferen. Maar hij was nergens meer te zien. In 2013 werd de panter officieel uitgestorven verklaard. En dan tenslotte het allergrootste landdier ter wereld, nog niet uitgestorven nota bene. De Afrikaanse olifant. Elk jaar worden er 8% van het totaal aantal olifanten afgeslacht voor hun ivoren slachtanden, waar chopsticks, haarspelden en sieraden van gemaakt worden. Wetenschappers vrezen dat al rond 2020 de Afrikaanse olifant uitgestorven kan zijn. Als we deze reuzen niet kunnen beschermen, welke diersoort dan wel? Momenteel verdwijnen diersoorten aan 100 keer het normale tempo. Biologen waarschuwen dat we op de rand staan van een 6e massa-extinctie. 75% van alle diersoorten zou in slechts een paar eeuwen kunnen verdwijnen. De vorige 5 extincties, miljoenen jaren geleden, hadden als oorzaak meteorietinslagen en vulkaanuitbarstingen. Terwijl het nu te wijten is aan menselijke overbevolking en overconsumptie. De dominostenen vallen steeds sneller. En je weet nooit wie het volgende dier zal zijn dat uitsterft.